Ja, Bastiaan, ik was jou aan het zoeken, maar je staat hier tussen de barbecues. Ja, ik sta weer tussen een verschrikkelijk mooi assortiment aan Napoleon Grills. Hè, die ze hier hebben staan bij de Dutch Bros Smokers. De barbecue shop in IJmuiden. Dus, maar ik denk dat ik voor een gasbarbecue ga. En het gaat de Phantom worden. En daar gaan we die heerlijke gerecht mee bereiden. En het wordt een Whiskey Clay's barbecue worst. Klinkt goed. Komt goed. We gaan zeker met worst aan de slag. Een mooie barbecue worst. Ik heb hier Liva worstjes. Geïnspireerd op de Duitse barbecue worst. Dus ik ben heel benieuwd. Okay. Die zijn zeker erg lekker. En heb je het over een barbecue bite, een barbecue snack, dan is dit wel het ideale recept. Wat gaan we doen? Als eerste even de, wat hebben we hier nodig? Als eerste gaan we even de worst snijden. Wat we willen doen is dat we die in, ongeveer plakjes, nou wat zal dat zijn? 1 centimeter, 2 centimeter snijden op die manier. Zo gaan we alle worst even snijden. Zo. Dat zijn de worstjes. Mooi gesneden. Ja, hè? En het ziet er al goed uit. Wat we nu gaan doen is de paprika. En die, ik laat het even zien. Dat wil ik niet gebruiken. Maar die moet een beetje op dezelfde grootte snijden. Dus dan pakken we de paprika. Paprika. En. Nou, gasplat. Mooi zo. Oh ja, allemaal dezelfde. En dan ga je met de hele paprika doen? Ja. Moet ik hem openen? Ja, zou je willen? Hoppatee. Kijk, De skillet. De skillet zijn we al voorverwarmen. Ik zet het toch even hier neer. Je hebt er al olie in gedaan? Ja, dus daar gaan nu de worsten in. Dus. Kijk eens. En die zetten we even aan. En als dit iets gebruind is, dan doen we de paprika erbij. Paprika's komen zo bij. Dan gaan we de glaze maken die we zo meteen bij de worsten en paprika gaan doen. En whisky, ik heb het al gezegd. Oh ja. Bam. Kijk eens. Mr. Johnny. We gaan. Ben jij een whisky liefhebber? Ja, whisky vind ik wel lekker. Ja? Ja. Op zijn tijd een goede whisky, wij niet, zo gezegd. Ja. 100 ml whisky, 100 ml azijn. Ik heb hier appelazijn, suiker. En dat was riet. Lichtbruine. Dit is lichtbruine bassenzuur. Oh, bassenzuur. Ja. En dit is? Knoflookpoeder. Eierpoeder en peper. Oké, okay, en waarom knoflookpoeder? Gemak of? Ja, het is gemak en lekker, hè? Ja. En eetlepeltje. Jouw favoriet? Precies. Tabasco. Tabasco, Worcester sauce. Ook een eetlepeltje. En ik weet dat jij de Tabasco zelfs in je boerenkool doet. Ja, hè? Lekker dat toch? Dat weet ik, heerlijk. Ja, lekker heerlijk. Pietje. En dit roeren we en dat gaat straks bij de worst. Kijk, we hebben al wat kleuring, dus lekker deze rakkers erbij. Hoppakee, dan een beetje roeren en dit bakken we ook gewoon weer even lekker door. En ik heb natuurlijk alleen maar het vuur onder de skillet aanstaan, de rest is uit. Hè. Dan zie je, blauw is uit en rood is warm. En zo zijn we lekker aan het aanpakken. Het leuke is, ik heb het hier gedaan, maar eventueel als je zou willen, heb je hier natuurlijk de sizzle zone. En daar kan je het ook zo'n pannetje op kwijt. Nu doen we het lekker binnen. Zo, nou, kijk eens, dit is al lekker. Je krijgt een mooi kleurtje. Nou, nu komt het mengsel erbij. En dat lekker inkoken. Pas op, hè, er zit alcohol in. Oh ja, in van het vuur. Ja, je weet maar nooit. Nou, hij houdt zich nu netjes. Ja. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Zeker. En hoe lang laten we dit nu staan? Nou, dit moet lekker inkoken. Dus dit mag wel een half uurtje? Nou, nee hoor. Ik denk met een kwartiertje, 10 minuten, dan is het vocht overdampt en dan hebben we hem. Oké, okay. Nou dan komen we zo terug. Okidokie. Kijk eens. Dit is toch mooi, hè? Oh, de saus is mooi ingedikt. Ja, precies. Ik karamelliseer een beetje nu. Dus we zijn nu wel op het moment om te gaan genieten. Kijk eens. Kijk. Mooie dan, kleurtjes. En zo'n pan zet je gewoon midden op tafel. Oh, zo werkt het, gewoon een stokje pakken en dan prikken? Prik je zo'n, nou, ik ga ze even proeven. Zo'n paprikaatje. Heet hoor. Oh ja, lekker. Oh. Ik kan even niet meer zeggen. Nee, dat doe ik het wel. Kijk, dit wordt hem dan zo en dan... Oh, heet dat. Lekker. Ja. Ah.
Oké, we komen zo alweer terug. We zijn al 5 minuten terug. Nou, lekker man. Ja. Maar inderdaad, een paprikaatje gecombineerd met dat een stukje worst, heerlijk snack. En hier een biertje bij. Nou, dan word je de gelukkigste mens ever. Simpel gerecht, maar heerlijk. Veel smaken erin zitten, makkelijk te maken. Prima start van je barbecueavond. Geniet ervan. Maak er mooie dingen mee. Wil je nog meer mooie dingen maken en je wil weten hoe dat moet op die barbecue, wat de barbecue allemaal kan, kijk even op napoleon.com. Daar zie je wat meer over de Phantom. Mooie barbecue, mooie gerechten, mooie dag. Tot volgende week. Wij gaan hiervan genieten. Tot volgende week.